Of het nou fotografie is of film, ik hou gewoon van beeld maken. Mensen die tegenover jou komen te staan en jouw lens in moeten kijken, die hebben dat soms nog nooit gedaan of bijna nooit. En wat ik zo gaaf vind, is om te zien dat die onzekere mensen die zo geïmponeerd zijn door mijn camera en mijn lens en door het feit dat ze vastgelegd worden, langzamerhand toch loskomen bij mij. Doordat ik dat praatje met ze maak of doordat ik even dat geintje maak met oma in de familie bijvoorbeeld. Ja, dat mensencontact is echt de kunst, als je het mij vraagt. Mijn naam is Wiege Dam. Ik ben 24 jaar oud en ik ben foto- en videograaf. Ik begon in de fotografie, ook met een fotografieopleiding. Dat was het meest bereikbare, daar kon ik mee beginnen. Weet je, dan kun je een camera kopen en dan kun je gaan, dat was leuk. Ja, het is zo, mevrouw, hou vol. Juist. Op school kregen we 2 uur in de week filmles. Dat was bijna niks, maar ik vond het wel heel erg interessant. Ook omdat ik met film mensen meer kon sturen nog, samen met geluid, met beweging. Je kon dingen wat spannender maken. Ja, en om dat leuk neer te zetten, dat is misschien nog wel een grotere uitdaging dan om een mooie foto te maken. Bewegende beelden zijn zware bestanden. Er komt kleuring overheen, er komt geluidlagen overheen. Je moet in één keer van alle maken thuis zijn. Daar waar je bij fotografie echt alleen maar met het plaatje bezig bent, komt er bij film komen er nog 3 lagen overheen eigenlijk. Ik gebruik daarvoor de StudioBook Pro. Dingen die je normaal eigenlijk bij computers ziet, daar ze nu in een laptop kunnen stoppen. Op een gegeven moment had ik een bruiloft in Italië, daarvoor moest ik filmen. Daarvoor gebruikte ik een drone, die filmt in 4K, filmt ook flat, dus die moet je later inkleuren, daar komen kleurenprofielen overheen. Ja, daarnaast heb ik een spiegelreflex die ook in 4K nog filmt. Daarbij heb je ook gewoon gigantische bestanden die ook weer gekleurd moeten worden en die uiteindelijk uit het programma gerenderd moeten worden. En dat is gewoon ontzettend zwaar werk. Daar waar de meeste laptops me juist daar in de steek laten, gaat die StudioBook Pro wel door. Toen ik begon met filmen merkte ik al heel erg snel dat zowel bedrijven als particulieren het ontzettend fijn vinden dat hun content bij 1 iemand gemaakt wordt. Op die manier zit er namelijk heel erg een lijn in. En daarmee zit voor je het weet je hele social media of je hele eigen bedrijfje of je hele website op 1 frequentie. Mijn droom was in het begin om te leven van mijn camera. Momenteel ben ik mijn droom aan het leven, daarom ga ik ook vrij vrolijk door het leven. Het is echt super. Maar als ik dan echt zou moeten zeggen wat ik nog zou willen bereiken, het lijkt me zo fantastisch om dit nog te combineren met reizen dan. Ja, misschien is het heel ver gezocht, maar ik zou het ook helemaal niet erg vinden om op een savanne een maand te liggen om die leeuwen te filmen bijvoorbeeld. Dat zijn wel echt dromen. Dat zijn wel echt de grootste dromen dan. Als ik dan echt heel brutaal mag dromen, dan zijn het die.